De kiezer heeft vorige week gesproken en die heeft nee gezegd. De minister-president laat de mogelijkheid open. Nee is nee. Het is een probleem voor het kabinet, maar ik kan niet achteraf zeggen... ach, het valt me wat tegen, we doen toch maar wat we willen. Je zult recht moeten doen aan de uitslag van dit referendum, hoe pijnlijk dat ook is. Lijkt me een hele lastige. Hij is een beetje afhankelijk van wat de andere mensen aan de onderhandelingstafel willen. Op basis van een inventarisatie van de argumenten van tegenstanders, gewoon kijken wat voor concessies je kan vragen. Dat gaat niet makkelijk worden, want de andere 27 hebben allemaal geratificeerd en zitten niet te wachten op het openbreken ervan. Dat gaat dus ook niet gebeuren, dus hun beweegruimte is heel beperkt. Of ze trekken als het ware hun handtekening in, dan is Nederland geen ondersteuner meer van het verdrag. Of ze komen met een andere oplossing die ze vinden tegemoetkomen aan de nee-stem. Hij kan uiteindelijk het verdrag niet ratificeren als hij vindt dat de andere landen Nederland niet genoeg tegemoet zijn gekomen. Hij gaat waarschijnlijk gewoon tekenen bij het kruisje en zeggen dat de zorgen van Nederland, wat die zorgen ook maar zouden mogen zijn, zeer serieus zijn genomen. Het is een raadgevend referendum, dus als hij de uitslag wil negeren, dan kan hij dat doen. Maar dan zeg ik, ben dan een man en doe dat ook. Pak die camera en zeg gewoon van, sorry, we waarderen jullie inbreng. Misschien dat we het volgende keer iets anders gaan doen, maar in dit geval kunnen we er niks meer mee. Pech gehad. En daar zou ik hem nog om waarderen ook. Wat Rutte kan en zou moeten doen, is niet tekenen. En dat is heel simpel, dan gaat het verdrag dus niet door. Want het verdrag vereist unanimiteit en als Nederland niet ondertekent, dan is het verdrag dus van de baan. Lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kunnen die andere EU-landen het handelsdeel van het verdrag toch sluiten met Oekraïne. En dat betekent uiteindelijk waarschijnlijk dat het voor Nederland ook geldt. Dus helemaal van tafel krijgen kan waarschijnlijk niet.